De weg naar Acioni is vanaf vandaag afgesloten voor zwaar verkeer vanwege een groot gat dat is ontstaan in de weg. DC Kenya Pansa van Brokopondo geeft aan dat de reparatie aan de weg reeds begonnen is. Behalve de krater is er ook een verzakking ontstaan, benadrukt de burgermoeder. Pansa zegt dat de situatie onder controle is en dat de autoriteiten zijn geweest om de zaak te bekijken. Er is wegmeubilair die aangeeft dat men gebruik moet maken van de bypass. Alle weggebruikers dienen daarvan gebruik te maken, omdat er toch best wel een kleine instortingsgevaar is. De deskundigen hebben zich georiënteerd, OW, wegenautoriteit en Darian. En men heeft geconstateerd dat het niet gewoon even een poetswerk is, maar dat men wel wat tijd moet nemen met de situatie. Dus hiervoor is er dan gelukkig maar dat die bypass er is. We gaan nu wat extra grind erop gooien, want u weet het heeft geregend. Ik wil van deze kant een beroep doen op alle weggebruikers om gebruik te maken van de bypass, zowel voetgangers, om calamiteiten te voorkomen totdat we zover zijn om die weg helemaal te herstellen. De burgermoeder benadrukt dat de weg niet in één dag gerepareerd zou kunnen worden. Ja, maar wat men heeft gezien is dat het niet één dag werk gaat zijn. Weet je dat het duurzaam is, ga je het goed moeten doen, het moet niet gewoon een labwerk zijn. En dat heeft men wel geconstateerd. Okay. Maar daarvoor zijn er al maatregelen getroffen, dus niemand hoeft in paniek te raken. Nou, er zijn verkeersborden die aangeven waar men naartoe moet gaan, dus de bypass, zowel vanuit Paramaribo en vanuit Acioni. Tot zover Kenya Pansa, districtscommissaris van Brokopondo. Ze sprak over een enorm gat dat ontstaan is op de weg naar Acioni. Dat gedeelte van de weg is voorlopig afgesloten voor zwaar verkeer.